hij zag ontzettend wit. Hij kon niet meer. Hij was dood en doodmoe. Daar lag hij. Door het adequate optreden van mevrouw Toninho is het goed afgelopen met de 87-jarige scootmobieler. Er kwamen er 4 en 2 aan fietsen. Ik zeg, kom op jongens, er ligt een meneer in het water. We moeten allemaal even helpen. Jullie stappen erin, ik kan er niet meer instappen. En ze kwamen in tijd van een seconde. Ze waren er direct. En meneer is gered. Steeds vaker rijden scootmobielers zich in de nesten. En volgens de 74-jarige heldin is het ook godzegende de greep, omdat ze onvoorbereid de weg op mogen. Heeft u hier nou een rijbewijs voor nodig? Nee, ik heb er 2 keer... Hoe noem je dat? 2 keer... Lessen ingehad? Ja, ja, en, ja. Ik zie heel veel fouten maken. Ik denk eigenlijk zou iedere scootmobielrijder zou een soort certificaat moeten ontvangen. Hoe het gaat, weet ik ook niet precies. Maar we zullen daar toch in verband met de vergrijzing toch iets aan moeten doen. Want nu is het? Je kunt erop stappen en wegrijden. Ze is een heldin, ja. De wethouder onderkent het onervaren rijgedrag van menig scootmobieler en zegt dat ze daar een cursus voor kunnen volgen. Dat is vrijblijvend. Ja, niet verplicht. Het is niet verplicht. Er is geen wetgeving die zegt je moet een rijbewijs halen of een cursus volgen. Het is het inzicht van de gebruiker die dat zegt, hey, ja, ik ga even kijken hoe dat werkt, zo'n apparaat. Het is wat groter dan je meestal op de stoep ziet of op de weg ziet. Maar het is vrijwillig, dat klopt. Heeft u een rijbewijs voor uw scootmobiel? Nee, die heb ik niet. Ik heb alleen een autorijbewijs, maar geen scootmobielrijbewijs. De Dordtse heldin pleit voor een verplichte training of een rijvaardigheidsexamen. Wij doen wat wij kunnen om de doelgroep te bereiken met informatie en ook met cursussen. Ja, en veel verder kunnen wij nu niet gaan. U kunt ze in Den Haag aan de bel gaan trekken. Nou, wie weet gaan we dat nog eens doen. Er zal iets moeten gebeuren in de toekomst. Daar ben ik heilig van overtuigd.